Nou, wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we het dus hebben over de waarde van woorden. Dat is een trajectje wat we intern ook met een deel van jullie hebben gedaan. Over inclusie in collectiebeschrijvingen. Daar zijn wat uitkomsten uitgekomen. Hoe je daar ook als instelling mee aan de slag kan gaan. En wat het precies is, dat wil ik jullie eerst even uitleggen. Dus wat is het traject de waarde van woorden? Het gaat deels ook heel veel over. Welke informatie heb ik nodig om mijn collectie inclusiever te maken? Welke woorden kan ik bijvoorbeeld wel gebruiken? Welke woorden kan ik beter niet gebruiken? Daar zal ik op terugkomen. Dus waar moet je zoeken om hier informatie over te vinden? En tenslotte wil ik met jullie wat concrete stappen delen. En de stappen, ze blijven misschien een beetje abstract. Helaas kunnen we geen eenduidig antwoord geven van zo moet je hier nu mee aan de slag gaan. Maar we hopen jullie wel hier wat handvatten mee te geven om je collectie ook daadwerkelijk aan te pakken. Ik zal daar allemaal wat voorbeeldjes bij geven. En als daar vragen over zijn, laat het weten. Als daar later vragen over zijn, laat het dan ook weten. Dan kunnen we ook altijd even met jullie meekijken. Als eerste, de waarde van woorden. Sommigen van jullie zijn er vorig jaar al bij geweest. Vorig jaar hebben we een introductie gedaan over deze sessie. En de waarde van woorden was eigenlijk een traject waarin wij zelf op zoek zijn gegaan naar inclusie. Dus kan iedereen meedoen? Wil iedereen meedoen? En hebben wij een inclusieve collectie? En dat betekent dat je geen kwetsende terminologie gebruikt, dat je rekening houdt met anderen, ook in de manier waarop je je collectie beschrijft. Daarin zijn we vooral vertrokken vanuit het oogpunt van het koloniale verleden. Want daar gaat het veel over. Er zijn veel collecties die raken aan dat koloniale verleden. En juist in die collecties, ook in de beschrijvingen van die collecties, wordt veel taalgebruik of woorden gebruikt, concepten gebruikt, die kwetsend kunnen zijn voor mensen. Nou, überhaupt gewoon voor mensen. En wij zijn eigenlijk op zoek gegaan samen met instellingen. Wat komen we nou tegen? Voelt iedereen die hier in onze collectie zoekt, voelt hij zich gerepresenteerd? Voelt hij zich juist gerepresenteerd? Of worden daar woorden gebruikt waardoor je gekwetst kunt worden? En dan kan ik alvast klappen. Nou ja, dat is niet zo. En bevatten die Brabantse collecties woorden of concepten die kunnen kwetsen? Dat is wel zo. En dat is vaak onbewust. Vaak zijn dat ook historische termen. Maar we vonden wel, we moeten wel kijken, kunnen wij hier iets mee? Moeten wij hier iets mee? En kunnen wij ook de instellingen, de collectiebeherende instellingen, handvatten geven om hiermee aan de slag te gaan? En al heel snel in het traject kwamen we er ook achter, je kunt niet zeggen, zo moet je het doen, dan is het klaar. Dus het is eigenlijk best wel een proces geworden. En daar wil ik jullie vandaag eigenlijk in meenemen. Belangrijke vragen die ook in die sessie naar voren kwamen, en die sessies dat waren twee workshops die we met enkele deelnemende instellingen hebben gedaan, waren, nou hoe vind ik nou woorden die kwetsen? Want ik zou niet weten of ik woorden gebruik die mensen kunnen kwetsen. Misschien doe ik dat wel, maar ik weet dan niet welke woorden ik dan beter niet zou kunnen gebruiken of welke woorden ik zou kunnen vervangen. Dat is eigenlijk een belangrijk deel waar we vandaag naar gaan kijken. Dus hoe vind je woorden, hoe vind je concepten die anderen kunnen kwetsen en hoe zou je die dan kunnen aanpassen? Dat is dan dat tweede deel. Welke alternatieven zijn er dan? Als ik woorden vind die kwetsend zijn, wat moet ik er dan mee? Moet ik ze dan verwijderen? Moet ik ze bewaren? Moet ik ze vervangen? En daar hebben we ook verschillende tips voor en mogelijkheden om daarmee om te gaan. En het belangrijkste deel eigenlijk, zowel voor jullie, maar vooral ook voor onszelf, is dat het heel erg gaat over bewustwording en dat het ook een leerproces is. Het kan zomaar zijn dat wij vandaag van alles mee aan de slag gaan en dat we volgende week nieuwe dingen leren en dat er dan weer dingen bij komen. Dus het is ook echt een proces, een groter proces. Waarbij eigenlijk de belangrijkste onderstroom, denk ik, is dat je ervan bewust bent dat dit speelt. Want dan kun je er ook rekening mee houden en dan kun je er ook naar blijven kijken, op blijven letten. Die workshops, daar waren dus naar deze vragen op zoek gegaan.
Maar er kwamen verschillende dingen uit die belangrijk zijn, ook voor die bewustwording en om mee te nemen als je hiernaar wil gaan kijken. We hebben dus twee rondes met workshops gedaan, met twee workshops. En we hadden dan een aantal instellingen uitgenodigd die bij ons in die workshops kwamen, waarmee we samen naar de collecties gingen kijken. En dan gingen we kijken, wat komen we tegen? Zitten daar zaken in die kwetsend kunnen zijn? En voor ons kwamen daar ook wel verrassende dingen uit. Sommige ook iets minder verrassend, sommige heel verrassend. Een belangrijk ding is dat we ons niet altijd bewust zijn van ons eigen perspectief. En dat betekent ons eigen beeld op de geschiedenis, ons eigen beeld op de collectie, dat wordt gevormd door ons perspectief. Maar dat hebben we niet altijd door en dat vergeten we wel eens. En iedereen doet dat hoor, dat is ook voor ons, dat is voor iedereen. Dus dat is wel een belangrijke om mee te nemen, dat je dat perspectief goed meeneemt. Daar gaan we dadelijk ook nog naar kijken. Een ander belangrijk onderdeel is dat wat beladen is, wat kwetsend kan zijn, dat dat voor iedereen verschillend is. Waar ik, iets wat ik kwetsend zou kunnen vinden, dat zou iemand anders bijvoorbeeld helemaal niet kwetsend vinden. En sommige dingen die over het algemeen als kwetsend gezien worden, kunnen dan ook weer minder heftig ervaren worden dan andere dingen die als kwetsend gezien worden. Als je een scheldwoord gebruikt, als je mij beledigt, als je mij een sukkel noemt bijvoorbeeld, zal dat minder heftig ervaren worden dan als je antisemitische of racistische termen gaat gebruiken. Dus daar zitten ook gradaties in. Dat is ook een belangrijke om in je achterhoofd te houden, dat er heel veel verschillende lagen in zitten. En dat maakt dit hele traject eigenlijk ook heel ingewikkeld eigenlijk. Wat we ook tegenkwamen was dat die termen, die woorden, die kunnen op verschillende manieren voorkomen. Zo dachten we in eerste instantie, bepaalde woorden willen we niet meer gebruiken, willen we uit de collecties het liefst, of willen we het liefst niet meer terugzien in de collecties. Maar als je daarmee aan de slag gaat, dan komen daar ook weer diverse nuances in. Een object kun je bijvoorbeeld moeilijk aan gaan passen. Dus daar zullen we straks ook op komen. Dat is ook een belangrijk onderdeel, dat er dus heel veel nuance zit in de woorden waar je naar kijkt, de woorden waar je mee werkt, maar ook waar ze voorkomen en op welke manier ze gebruikt worden. Een vierde belangrijke conclusie was dat concrete handvatten belangrijk zijn. Als we dingen gelokaliseerd hadden, bepaalde woorden, dan kregen we dan daarna de vraag, maar wat moeten we dan? En dat is een hele goede vraag. Wat moeten we dan? En dan wisten wij dat ook niet zo goed. En daarom hebben we dus ook, waarin we meenemen bijvoorbeeld, dat we er verschillende manieren zijn waarop ze voorkomen. Hebben we daar een lijstje mee gemaakt waar je naar zou kunnen kijken. Maar ook daar geldt, het is een best wel complex traject. Dus je moet ook altijd goed kijken, wat zeg ik nu echt? En tenslotte, en dat is eigenlijk denk ik de vervelendste conclusie, we zijn nooit klaar. Het liefst zouden we weten, als ik nou ga zeggen, hey, als je dit nou gaat doen, dan ben je morgen klaar. Maar dat kan ik denk ik niet zeggen. En dat komt omdat het hier gaat over taalgebruik. En taal verandert en taal blijft ook altijd veranderen. Dus de woorden die we 50 jaar geleden gebruikten, en dan gaat het ook om dagelijks taalgebruik, hè, die gebruiken we tegenwoordig veel minder of niet meer. Daarom is er ook zoveel archaïsch taalgebruik. Dat zien we tegenwoordig niet meer. En dat speelt hier ook in mee. Bepaalde woorden die krijgen over de tijd heen, krijgen ze een lading die heel negatief of positief wordt. En daarom kunnen die ook nu bijvoorbeeld dat er geen probleem is met een woord en dat het over 100 jaar wel zo is. En daar kunnen we niks over zeggen. En het belangrijkste wat daar ook weer mee samenhangt is als je je daarvan bewust bent, als je weet, hey, dit is een leerproces en je hebt gewoon het concept, sommige woorden kunnen mensen kwetsen en daarmee mensen uitsluiten. Dan, als je dat concept meeneemt, dan kun je daar ook rekening mee blijven houden. En dan kunnen er ook weer wijzigingen zijn in een nationaal debat bijvoorbeeld, waarin je denkt, oh wacht, dit woord willen we toch ook niet meer gebruiken. Al deze dingen die we dus vandaag gaan doen, die hebben als doel dat je collectie
inclusiever wordt. En dus dat mensen die jouw collectie bekijken, en dat gaat om alle mensen die jouw collectie bekijken, dat die daaraan deel kunnen nemen, deel willen nemen. En dus niet bepaalde woorden tegenkomen waarvan ze denken, hey, hier word ik mee buitengesloten. En daar zal ik dadelijk dan nog even wat over zeggen. Dus dit is eigenlijk, zijn deze 5 punten, zijn belangrijke conclusies waar wij zelf in dat traject op uitkwamen. Die we mee moeten nemen als je je collectieomschrijvingen dus inclusief, als je die geschikt wil maken voor iedereen. En het belangrijkste is dan dat wij wat stappen konden geven. Dus dat instellingen hiermee aan de hand van wat stappen aan de slag kunnen gaan. En die stappen die wil ik nu met jullie gaan bekijken. De eerste stap, want je kunt natuurlijk niet zomaar beginnen. De eerste stap is dat je naar je eigen perspectief moet kijken. Ben je je bewust dat jouw eigen perspectief verweven zit in de manier waarop je een collectie beschrijft? En dan ga ik zo een afbeelding laten zien. En dan zou ik even willen vragen of er iemand wil zeggen welk verhaal die hier bijvoorbeeld bij zou kunnen vertellen. En dat is deze afbeelding. Heeft er iemand, zou er iemand kunnen zeggen welk verhaal je bij deze afbeelding kunt vertellen? En dan kan ik niet zo goed zien wie er, of er iemand een handje opsteekt. Oh Ben, zeg het eens. Nou, wij hebben zo'n apparaatje, ja, niet hetzelfde, maar zoiets in huis. Ja, wat kun je erbij vertellen? Waar het vandaan komt, uit welk bestek. En misschien even iets van degene die het geschonken of een bruikleen heeft gegeven. Ja. Altijd nog. Maar verder, kun je daar weinig meer, in ieder geval productie, materiaal enzovoorts. Dus, en als je er een verhaaltje bij zou schrijven? Wat zou je dan voor verhaaltje vertellen? Dat is altijd heel moeilijk bij dit soort onderwerpen, objecten. Omdat je niet precies weet. Je krijgt het aangeleverd, maar je krijgt het vaak informatie. Bij enkele van dit soort objecten krijg je wel eens een heel mooi verhaal. Dat het in, ik noem maar iets, in oorlogstijd is gebruikt of enzovoorts. Kijk, en dan hoort op dat je dat bij krijgt. En dat gebeurt bij sommige objecten wel. Heeft er iemand anders nog iets wat hij hier bij dit object zou kunnen vertellen als verhaal? Als je hier naar zou kijken. Ik heb een herinnering aan zo'n apparaat, het is een koffiemolen. Mm-hmm. Dat ik bij oma altijd, als ik daar kwam, de koffie mocht malen. Ja, de verse bonen. Ja, wij hebben ook hangen, dus wij hebben ook die van oma hangen. Dus inderdaad, dat soort herinneringen zijn er. Iemand anders nog iets? Hallo Hans? Ja. Wij hebben zo'nzelfde apparaatje al heel lang in de familie zitten. Dat komt van mijn ouders vandaan. Alleen heeft die een reclameopdruk van Douwe Egberts. En dat vonden wij vroeger als kleine kinderen heel raadselachtig wat dat moest betekenen. En pas later zijn wij daarachter gekomen dat dat eigenlijk gewoon een reclameobject was. Maar mijn moeder gebruikte dat heel regelmatig. Ja. Dus wat ik eigenlijk nu hier hoor, en ik kan niet zien of er nog andere mensen iets willen zeggen, maar wat ik hier eigenlijk vooral hoor is, het gaat over de koffiemalen bij oma of de koffiemalen thuis. En het samen koffie drinken, denk ik. Sta even een microfoon aan. Daar is hij. Hallo? Iris, zou jij die even uit kunnen zetten? Ja. Jan van Kessel? Hallo, Jan? Hey, ja, ik weet niet of je maar. Als je daar van een afstandje naar kijkt, dan. Ja, het is natuurlijk een koffiemolen, hè, dat weet ik ook nog wel van vroeger. Maar als je er wat langer naar kijkt, dan lijkt het wel een beetje een visitje. Met aan zijn neus een draaislinger. En daarbovenop een zwarte kroeskop. En daarbovenop een gek petje. Dus ja, ik vind het ook een beetje. Kijk. Ik ken hem ook van vroeger. Die zagen er niet zo uit. Die was veel meer vierkant. En dat was inderdaad van Douwe Egberts. Maar deze geeft mij toch een beetje het raar gevoel van, hey, is hier soms iets anders mee bedoeld van moordje of weet ik veel wat. Dus dat is in dit object niet zo. Je kunt het wel inderdaad, in deze context kun je dat soort verhalen erbij gaan denken inderdaad. Het is toevallig, het is in dit geval niet zo. Je hebt dat soort objecten wel.
Waarom ik deze erbij heb gepakt, en ik heb hem wel eens vaker bijgepakt, en dan kregen we inderdaad de verhalen van, het gaat over koffie malen, samen koffie drinken, gezellig thuis. Ik hoor het net van Ben, hoe is het ding gefabriceerd, wanneer is het gefabriceerd, wat voor materiaal, dus dan kom je echt in het productieproces terecht. Maar de koffie komt natuurlijk ook ergens vandaan. En dat perspectief van welke verhalen zitten er aan bepaalde objecten. Nou, ik hoor net al van Ben inderdaad het productieproces. Ik hoor van Jan en van Hans het thuis koffie maken. Dat zijn al verschillende verhalen van één object. Je zou ook het verhaal van de koffie kunnen vertellen. Hoe komt de koffie in Nederland? Dan kom je alweer in een koloniaal verleden. En dat perspectief, dat wil ik hier vooral mee laten zien ook. Iedereen kan een ander beeld hebben bij eenzelfde object. En al die beelden kunnen goed zijn. Dat betekent ook niet dat je alle verhalen, alle beelden die je bij een object die er zijn, dat je die allemaal moet vertellen. Maar je moet wel weten dat je een eigen beeld vertelt. En dat is denk ik het belangrijkste hier. Als ik bijvoorbeeld een schilderij zou laten zien van de Belgische opstand in 1830. Ik denk dat een Belg daar een heel ander verhaal bij vertelt dan een Nederlander. Als ik een foto zou laten zien van Willem II die daar een aanval leidt, koning Willem II, dan zal een Nederlander daar een ander verhaal bij vertellen dan een Belg. Dus dat soort dingen, er zijn altijd die verschillende perspectieven. En ook hier op zo'n heel klein lokaal niveau. Nou ja, Jan, wat jij zegt, dat zou bijvoorbeeld een eigen associatie bij een object kunnen zijn. En ook die perspectieven zijn er, maar kijk altijd. Je vertelt een verhaal, maar ben je er bewust van dat er meerdere verhalen zijn die je kunt vertellen? En dat is eigenlijk een eerste stap die heel erg belangrijk is. We hebben daar ook al een blog over geschreven. Dat is de tweede blog uit onze reeks over waarde van woorden. Om te kijken naar dat eigen perspectief. En zeker binnen het koloniaal verleden komt dat veel voor. Maar ook binnen andere collecties, andere onderdelen van je collectie. De tweede stap, als je een beetje duidelijk voor jezelf hebt, en dat is echt een bewustwordingstraject, gewoon eens gaan kijken van hey, dat perspectief, dat speelt mee. De tweede stap is, ik heb hier koloniaal verleden staan, zoek eens naar sporen van het koloniaal verleden. En dat is omdat daar vooral dat Nederlandse perspectief, dat historische Nederlandse perspectief, dat heel vaak niet inclusief taalgebruik bevat. En daarmee bedoel ik, als je het gaat hebben over het kolonialisme, daar zit vaak een laag in die spreekt van een superioriteitsgevoel van de Nederlander of de Wester, de kolonisator. En daar wordt taalgebruik gebezigd waarvan je denkt, oei ja, dat is allemaal taalgebruik dat is opgelegd door de kolonisator. En dan wordt tegenwoordig dat toch met heel veel, probleem is niet het goede woord. Daar wordt tegenwoordig naar gekeken met iets meer nuance. Dus als je daar nu naar kijkt, dan denk je, ja, misschien moet ik dit woord toch niet meer gebruiken. Dus als je die sporen kunt gaan vinden in je collectie, dan kun je eens kijken, hey, zijn daar woorden die wij gebruiken waarvan ik denk, ja, dat wil ik eigenlijk liever niet meer. Die stap, daar gaan we ook handvatten voor, die zal ik dadelijk ook nog toelichten. En tenslotte, kun je dan je collectie woord voor woord inclusiever gaan maken? En daarmee bedoel ik, er zijn bepaalde woorden, zoals bijvoorbeeld het N-woord, dat je eigenlijk niet meer wil gebruiken in je collectie. Daar moet je op een bepaalde manier mee omgaan. Kijk je collectie gewoon eens door. Komen die woorden in je collectie voor? En je kunt dan een woord uitkiezen en daar in je collectie gaan zoeken. En dat aan gaan pakken en kijken per record. Wat staat hier nou eigenlijk en wat wil ik hier nu eigenlijk zijn? Ook daar kom ik dadelijk nog op. Wie heeft er hier koloniale of collecties die te maken hebben met die koloniale context? Gewoon even een inventariserende vraag. Weet iemand dat zo? Ik kijk de hele tijd naar beneden, maar ik zie jullie hier op mijn telefoon staan. Dus het is niet dat ik jullie niet aankijk. Hans? Ja, wij hebben een heel uitgebreid deel in ons archief zitten die betrekking heeft op een groot aantal jongelui die net na de oorlog naar Indonesië zijn gestuurd om daar deel te nemen aan de politionele acties. En ja.
om een of andere reden hebben we nogal wat van deze mensen hier in ons dorp gehad. En daar is heel veel correspondentie van geweest in die jaren. Er is zelfs door de dorpsgemeenschap een speciaal blad uitgegeven, wat daar naartoe werd naar Indonesië werd gestuurd om de jongelui daar op de hoogte te houden van wat er hier allemaal in dit dorp speelde. Ja, en, dat was een hele mooie collectie die hiermee te maken heeft inderdaad. Juist ook omdat je daar echt een koloniserende link hebt nog. Die daarmee, waar vaak impliciet taalgebruik in voorkomt. En misschien dat ook doorcijpelt in de collectiebeschrijvingen. Ik hoor je al politionele acties zeggen. Dat is een woord wat tegenwoordig, er wordt niet gezegd, je mag het niet gebruiken. Maar er zit wel een bepaalde lading aan. Omdat dat iets heeft van, het viel allemaal wel mee. We stuurden er even een agentje naartoe en dan was het opgelost. Dus daar zijn al bepaalde woorden inderdaad die daarmee samenhangen. Dat is een hele mooie collectie. Iemand anders? Ik hoor hier verder niks. De onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië is natuurlijk een onderwerp. Maar ik kan me voorstellen dat veel heemkundekringen ook nog wel wat missionarissen hebben die ergens naartoe zijn gegaan op de missie. Die hangen natuurlijk hier ook mee samen. Er is in Tilburg bijvoorbeeld een hele discussie, die gaan we hier verder niet voeren, rondom het standbeeld van Perke Donders. Als je het gaat hebben over de tabaksindustrie, de sigarenindustrie, daar veel van die tabak, niet alles overigens, maar die kwam ook uit de koloniën. Koffie en thee, kruiden, plantage-eigenaren. We hebben recentelijk een rondleiding gehad door Tilburg, waar veel van de stoffen, van de textiel, die kwam uit de koloniën, die werd naar Nederland gehaald. Dus daar zijn allemaal mensen die, ook al is het zijn er maar lichte linkjes, die banden hebben met dat koloniale verleden. En dat betekent niet dat dat geen verhalen zijn die je kunt vertellen, maar dat zijn wel de verhalen waar je bepaald taalgebruik tegen kunt komen. Als je dan wil gaan zoeken, dan kun je dus, zoals ik net zei, binnen die contexten gaan zoeken. Dus binnen die koloniale context, daar zijn nogal wat woorden die gebruikt worden, of concepten die gebruikt worden. Zwarte mensen zijn minder dan witte mensen bijvoorbeeld. Dat is een concept dat destijds voor mensen, dat destijds gebruikt werd, maar waar iedereen nu van zegt, dat slaat nergens op. Die concepten zitten daar soms wel nog steeds in. En bij de Fraters van Tilburg, de fotocollectie, zie je bijvoorbeeld dat ze op de foto's hele mooie beschrijvingen hebben gegeven toen de foto's in de jaren 50 gemaakt zijn. Maar dat is allemaal geschreven binnen een koloniale context. En dat taalgebruik dat daarin zit, daar spreekt nogal eens een denigrerende toon uit richting de mensen in Suriname of op Curaçao bijvoorbeeld. Kolonialisme is dus een belangrijk onderdeel, een belangrijke context waar je veel kwetsende terminologie tegen kunt komen. Maar ook de medische geschiedenis. Als je het bijvoorbeeld gaat hebben over de verschillende benamingen die mensen met een verstandelijke beperking in het verleden gehad hebben. Denk aan bijvoorbeeld het woord Mongooltje. Dat wordt tegenwoordig niet meer gebruikt, omdat dat kwetsend is voor de groep mensen met het syndroom van Down. Maar die woorden die zijn er nog wel en die komen we ook nog tegen in de collecties. Gendergeschiedenis, als je het gaat hebben over bijvoorbeeld de geschiedenis van vrouwen of de geschiedenis van seksualiteit. Daar zitten ook vaak denigrerende, kwetsende, beledigende woorden die daar gebruikt worden voor andere groepen. En wat eigenlijk de gemene deler hier is, is dat het gaat altijd over het wegzetten van anderen met woordgebruik waarvan je vindt dat zij minder zijn dan jezelf. Dus dat betekent niet dat de mensen die die woorden nu gebruiken dat per se direct vinden, maar dat woordgebruik historisch werd op die manier gebruikt. Dus dan gaat het dus over dat kolonialisme. De mensen in de koloniën zijn minder dan de mensen hier. Medische geschiedenis, mensen met een ziekte, beperking, handicap zijn minder dan mensen die dat niet hebben. Gendergeschiedenis idem. En wat ik uit het traject een hele interessante vond, waar ook weer een lading uit blijkt, zijn bijnamen. Daar kwamen verschillende mensen mee dat er vaak
beledigende bijnamen zijn voor mensen, en als het dan gaat om heemkundekringen, in het dorp. Mensen die net een beetje buiten de gemeenschap vallen, kluizenaars bijvoorbeeld, die dan een beledigende bijnaam krijgen. En die bijnaam, daar kent iedereen die persoon onder. Betekent niet dat je die bijnamen niet mag gebruiken, maar is wel een interessante om in je achterhoofd te houden. Als je bijnamen wel gebruikt, wat zeg je daarmee over een persoon? En dat is denk ik altijd de kern. Wat zeg je wanneer over een persoon? En deze vier contexten eigenlijk, daar zou je eens kunnen gaan kijken van, hey, gebruiken wij hier woorden waarmee wij eigenlijk mensen wegzetten? Waarmee wij dingen zeggen die we eigenlijk niet zo bedoelen? Welke woorden je dan moet gebruiken, of welke woorden je dan liever niet wil gebruiken, dat is dan de volgende vraag. En dat is ook heel lastig, want welke woorden worden tegenwoordig als kwetsend gezien bijvoorbeeld, uit de koloniale context, uit andere contexten, in welke contexten kan ik zoeken? En er zijn eigenlijk twee hele goede handreikingen voor om mee te beginnen. En die heb ik al heel vaak gedeeld, maar daarom doe ik het gewoon weer. Onder andere, als je dus in je eigen collectie wil gaan zoeken, heeft het Museum voor Wereldculturen de gids Words Matter gemaakt. En dat gaat erover welke woorden worden er gebruikt en wat betekent het als ik bepaalde woorden gebruik. Nou, er zijn allemaal artikelen over. Het zijn hele goede artikelen. Maar wat zij ook in die gids hebben zitten, is een lijst met, als ik nou een bepaald, bepaald woord, wat betekent dat? Specifieke woord, en hoe kan ik dat vervangen? Ik heb daar hier een voorbeeldje bij. Dit komt uit, uit de gids. Hier gaat het bijvoorbeeld over het woord zigeuner. Zigeuner, dat woord wordt gebruikt voor reizigers, reizende volken. Maar daar hangt een connotatie omheen, een zweem omheen van dieven, moordenaars. Er hangt een zweem van criminaliteit omheen. En dat gaat om dit woord. Vooral in de 18e eeuw is die daar ook aangekomen, aan dat woord. 19e eeuw ook wel. En dan had je allerlei prenten van, over zigeuners die dan kinderen stelen bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk, je zet een hele groep direct weg als criminelen. En daarom hebben de groepen zelf, die hebben gezegd, de Roma dan, die hebben gezegd, wij willen eigenlijk dat woord zigeuner niet meer gebruiken. Dus die groep heeft gezegd, mensen noemen ons zo, maar wij willen eigenlijk niet zo genoemd worden, want daarmee, dat staat synoniem voor crimineel. Zij hebben dus gezegd, wij willen liever Roma genoemd worden, of Sinti als het om een andere groep gaat. En wat ik aan deze lijst heel goed vindt, is dat er dus uitgelegd staat welke woorden worden tegenwoordig door mensen als kwetsend ervaren. Dus je zet hiermee iemand weg als crimineel als iemand uit de Roma-gemeenschap dan jouw tekst leest waarin staat zigeunergroep, dan denkt hij, daar hebben ze weer een bepaald beeld van ons. Dus hier staat dus bij waarom wordt dit woord niet meer gebruikt en welke woorden kun je dan als alternatief gaan gebruiken. Dus hier staat over het algemeen, onderaan staat dat, kan het woord Roma gebruikt worden. En bepaalde groepen dan dat die weer een andere benaming gebruiken. Maar dat helpt heel erg bij deze gids, dat je dus concreet een woord hebt waarbij staat uitgelegd waarom wordt het niet of wel gebruikt. En wat zijn alternatieven die je kunt gebruiken. Een andere, die had ik hier ook staan, dat is de handreiking onderzoek naar sporen van slavernij en koloniaal verleden van de RCE. Dat is een gids die ook vooral gaat over die contexten. Dus welke items die ik in mijn collectie heb waarvan ik denk, ik hoorde net twee mensen die zeiden dat ze koloniale items met de koloniale link in de collectie hebben. Ik denk dat het er wel meer zijn. Maar welke items, waar zou ik kunnen zoeken zodat ik items vind met die link? En dat betekent niet dat die items direct niet inclusief zijn, maar dat betekent wel dat er eventueel taalgebruik kan voorkomen. En ze hebben onder andere ook een woordenlijst waarop je kunt zoeken. Maar wat hier ook interessant in is, die ik bijvoorbeeld in de Brabantse collecties veel zie voorkomen, dat is het woord rechtsboven, de kindsheidoptocht. Dat hangt samen met de missie.
de missie haalde geld op, of de heilige kindsheid eigenlijk haalde geld op voor kinderen in de missie, om die kinderen te bekeren. Maar daaraan hingen een soort van carnavalsoptochten, waaraan vaak ook koloniale termen, waarin die gebruikt werden, zoals het N-woord, of mensen werden weggezet als Chineesjes, en dan hadden ze het over alle Aziatische groepen. Dat soort dingen. En die zie je tegenwoordig, zien we die nog steeds in de collecties zitten, en daar worden ook bepaalde woorden gebruikt. Dus hier heb je eigenlijk een lijst waarin je zou kunnen zoeken van, als ik nou dingen wil aanpakken, waar kan ik dan gaan kijken? De lijst van de RCE is niet een lijst met woorden die je niet meer wil gebruiken, maar dat is een lijst waarmee je kunt zoeken op items waarin bepaalde dingen voor kunnen komen. Hier zitten wel woorden in die je liever niet meer gebruikt, en die woorden staan ook weer uitgelegd dan in Words Matter, maar dan gaat het bijvoorbeeld over het N-woord. Ik zie hier coolies staan, dat is vaak ook een denigrerende term. De andere zou ik niet allemaal zo durven zeggen. Maar dit zijn dus allebei handvatten waarmee je in je collectie op zoek kunt gaan. En ik denk dat als je hiermee iets wil gaan doen, ik raad altijd aan om met het N-woord te beginnen, maar kijk in die Words Matter, loop die lijst eens door, welke woorden worden daar genoemd, waarvan jullie zeggen, oh ja, dat woord willen wij eigenlijk niet meer gebruiken, dat willen wij aanpakken. En dan kun je één woord kiezen waarmee je dus je collectie doorloopt. En als je daarmee klaar bent, dan kies je een ander woord. Maar dat je het woord voor woord gaat bekijken. Overigens, nog even hierover. Wij geven niet een lijst met deze woorden, moeten er direct uit. Maar het N-woord gaan we wel aanpakken. Dus we gaan de instellingen die dat nog wel gebruiken, gaan we ook aanschrijven met suggesties om daarnaar te kijken. Als je dan aan het werk wil, als je dingen gaat doen, dan wordt het weer nog ingewikkelder. Want zoals ik al zei, het is niet zo dat alles direct fout is. Het is niet zo dat je nooit iets kunt gebruiken. Want dan moet je dan weer rekening houden met waar kom je een bepaald woord tegen. In welke context wordt het gebruikt. Is er uitgelegd waarom dat wordt gebruikt. En dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste vragen die je bij zo'n woord moet afvragen. Waar kom je het woord tegen? Dat is eigenlijk de eerste. Een woord kun je eigenlijk op twee plekken tegenkomen. En die kun je dan later weer uitsplitsen. Maar één is of in een object of in een beschrijving. En een object, dat kun je niet wijzigen. Dus als er bepaalde woorden gebruikt worden op een object, bijvoorbeeld een poster, een oud document, het is een beeldje of zo, dat kun je niet wijzigen. Daarbij komt dat object, dat vertelt een verhaal, dat komt uit een bepaalde context. En als je zou zeggen, nou ja, we gooien alle objecten waar dit op voorkomt weg, dan verwijder je eigenlijk ook die hele context. Dan kun je bijvoorbeeld het koloniaal verleden of andere, of al die bijnamen bijvoorbeeld, dat die ooit gebruikt zijn, kun je dan ontkennen, om het maar zo even te noemen. Dus het is wel belangrijk dat het bewaard blijft. Maar je moet dan heel goed uitleggen uit welke context komt een dergelijk object. En die historische objecten die dan wel een moeilijke context hebben, zoals een oude poster, een document, bijvoorbeeld zo'n register van tot slaafgemaakte, die laten wel een bepaalde geschiedenis zien. En aan de hand van die objecten kun je dan weer het gesprek gaan voeren over dat verleden. Dus het is belangrijk om ze te bewaren. Je kunt ze niet aanpassen, maar je moet wel goed uitleggen hoe daar nu tegenaan gekeken wordt. Een voorbeeld uit de sessies was dat iemand zei, nou, we hebben een versie van Mein Kampf en daar zit een opdracht in geschreven. Als je dat boek zo zou presenteren, als ik thuis Mein Kampf in de kast zou staan, dan zouden mensen een beetje raar opkijken. Want dan denken ze, waarom heb jij dit boek in je kast staan? Het is natuurlijk een historisch object, het vertelt een historisch verhaal, dus als een museum heb je misschien. In de sessie hadden ze er dus eentje en er stond ook een opdracht in, er was aan iemand opgedragen. Maar daar hadden ze wel het verhaal bij, dus het is in deze context is die opdracht erin geschreven. Het was iemand die een onderzoek had gedaan naar bepaald
Nou, die had een historisch onderzoek gedaan naar het boek en daarom kreeg hij dat boek met die opdracht erin. Zonder die toevoeging is het heel raar als je een versie van Mein Kampf hebt met een opdracht in jouw naam. Want dan, nou, dan krijg je toch een beetje rare ideeën bij. Dus als je een object hebt dat, nou ja, waar je iets mee wil, je kunt het object niet wijzigen, maar dan moet je goed uitleggen hoe zit dat in elkaar. Je kunt er ook voor kiezen. En dat is niet direct dat je niks moet tonen. Dus dan zit je ook weer, dan laat je dingen niet zien. Maar je kunt er ook voor kiezen om dingen niet online te publiceren. Als iets echt heel pijnlijk is, dan hebben we het bijvoorbeeld over... dat zou je bijvoorbeeld ook niet direct doen met foto's van NSB'ers die nog leven of waarvan kinderen nog leven. Dat doe je ook niet. Dus daar zitten ook wat lijntjes van dingen die je niet direct online laat zien. En je hoeft ook niet alles aan te nemen. Als het om moderne objecten gaat, als iemand een nieuwe versie van Mein Kampf zou schrijven nu, dan hoef je hem ook niet per se op te nemen. Omdat je het niet eens bent met de ideeën. Maar dan moet je wel goed naar kijken als museum, van wat doe je ermee? Want dan zit hier wel op een moeilijk vlak. Dan naast objecten kan iets voorkomen in de beschrijvingen. En die beschrijvingen, dat is eigenlijk waar je als instelling wel heel veel werk kunt verzetten, waar je heel veel kunt aanpassen. Omdat als ik een beschrijving, als ik iets schrijf bij een object, dan zijn dat mijn woorden. Dus dan betekent het dat ik een bepaalde mening heb bij dat object. Dus daar moet je goed naar kijken. Beschrijvingen kun je wel wijzigen, maar je moet daar ook bij afvragen, waar komt die beschrijving vandaan? En waarom gebruik je bepaalde woorden in een beschrijving? En welk verhaal wil je daarmee vertellen? Niet alles hoeft gewijzigd te worden. Want dan kan het ook weer zijn dat je bepaalde verhalen niet vertelt. De eerste vraag is vaak, waar komt een beschrijving vandaan? Want als je... zoals de foto's van de fraters van Tilburg die ik noemde. Die fraters hebben in de jaren 50 en 60 hebben ze heel mooi op de achterkant van de foto geschreven wat je daar op die foto ziet. Die beschrijving van die foto's, die zouden we nu niet meer zo schrijven. Want daar komt heel vaak het N-woord in, omdat dat toen gangbaar was binnen die gemeenschap daar, binnen de fraters. Nu zouden we dat eigenlijk niet meer doen. Maar als je die beschrijving niet laat zien, dan kun je ook niet laten zien hoe die fraters daarnaar keken. Dus een historische beschrijving die geeft vaak een tijdsbeeld. En als die is toegekend door de maker of degene die de foto destijds geregistreerd heeft, dan wil je dat verhaal van die maker of registrator, dat is er wel. Dus die verwijder je liever niet. Je kunt er dan eigenlijk twee dingen mee doen. Je kunt ervoor kiezen om het mee te presenteren. Als je dat doet, moet je goed uitleggen waarom je die beschrijving laat zien. En ook dat die beschrijving historisch is en niet meer gangbaar is. Want anders, dan lijkt het jouw beschrijving en dan lijkt het alsof jij het taalgebruik gebruikt uit de jaren 40, 50, 60. Je kunt er ook voor kiezen om het niet te tonen en enkel in een notitieveld vast te leggen. Want als je het in een notitieveld vastlegt, kun je het wel vinden. Kunnen mensen die er onderzoek naar doen, kunnen daar wel in zoeken in jullie collectie. Maar het wordt niet online gepresenteerd. Dus mensen worden daar niet direct mee geconfronteerd. Dus het is eigenlijk belangrijk om de afweging te maken. Wil je het tijdsbeeld laten zien? Zo ja, leg dan heel goed uit welke context het afkomstig is. En dat het ook niet jouw eigen woorden zijn. Dat je het, dat het niet een huidig moderne beschrijving is. Een andere beschrijving die je dan weer meer kunt aanpassen, want hier komt het grote werk ook om de hoek kijken, zijn je moderne beschrijvingen je eigen beschrijvingen. Bepaalde woorden, nou, zoals bijvoorbeeld dat woord zigeuner, stel dat je zegt dat willen we niet meer gebruiken. Het kan zijn dat het op een historische print voorkomt of dat, dat je een historisch citaat hebt bij een bepaald object dat je daarbij wilt noemen. Dat kan, maar dan moet je dus goed uitleggen dat dat dan uit die tijd komt. Als je zelf een beschrijving gaat maken, kun je er natuurlijk voor kiezen om te zeggen, hey, ik ga dat woord gewoon niet meer gebruiken. Daar zijn een paar afwegingen bij.
Ik denk dat de eerste is, als je niet kunt uitleggen waarom je zo'n woord wil gebruiken, dan kun je het beter niet doen. Dan kun je beter een alternatief woord gebruiken. Want het moet natuurlijk wel een reden hebben als je zo'n term wel wil gebruiken. De tweede is dus dat je bij voorkeur een alternatief woord gebruikt met een andere naam, lading. In het geval van het woord Zigeuner gebruik je liever het woord Roma. Of Sinti in het geval van de Sinti. Dus als dat kan, kun je dat beter doen. Maar in sommige contexten kan het wel belangrijk zijn om ze wel te noemen. Dus bijvoorbeeld inderdaad een bepaald citaat, een bepaalde beschrijving of zo die erbij hoort, een bepaald decreet, een eigenaar. Dus dan kan het belangrijk zijn ze wel te noemen, maar geef dan ook aan dat het een historisch woord is dat tegenwoordig niet meer gangbaar is. Het is vaak ook goed om als instelling überhaupt ergens, bijvoorbeeld in je collectieplan, vast te leggen. Hey, bepaalde dingen gebruiken wij niet meer, behalve in een context om bepaalde dingen uit te leggen. Want dan heb je ook vastgelegd dat je dat niet meer wil gebruiken. En als je dan die beschrijvingen hebt gedestilleerd, als je weet waar ze vandaan komen, dus is het een moderne beschrijving, is het een historische beschrijving, dan kunnen ze nog op verschillende plekken voorkomen. En die plekken, daar blijkt dan ook, daar kun je dan ook weer gaan kijken, daar hangt van af wat je ermee gaat doen. En we hebben daarvoor een lijstje gemaakt. Die staat ook in een blog. De blogs die zullen overigens allemaal ook bij het verslag van deze pagina komen. We hebben een lijstje gemaakt met waar kan een bepaald woord voorkomen of een concept. En wat kunnen we er dan mee doen? Als het een citaat is van een object. Nou ja, een citaat van een object kun je niet aanpassen. Dat is een citaat van een object. Dan moet je ook uitleggen dat het een citaat is. Want anders dan lijkt het weer je eigen beschrijving. En het is goed om aan te geven dat een woord niet meer gangbaar is. Als je een woord regulier gebruikt, dus gewoon in je normale dagelijkse taalgebruik, dan zeggen we, gebruik dan beter een alternatief. Want dan heb je het woord niet per se nodig om een context, of om voor een context om iets te laten zien, dan kun je ook het alternatieve woord dat wel gangbaar is gebruiken. En die gids Words Matter geeft dus ook vaak alternatieven die je dan kunt gebruiken. Dan heb je nog een historische context. Dus in het geval van de kindsheidoptochten, daar heb je daar spreken ze van zogenaamde rollen. De foto's van de kindsheid haalden dan geld op voor de missie. En kinderen liepen mee in een optocht. En dan kon je een rol kopen als je meedeed met die optocht. Dus als je ouders heel veel geld hadden, dan kochten ze voor jou de rol van Jezus. Of van apostel. Of missionaris. Of soldaat. Als je minder geld betaalde, dan kreeg je de rol van zogenaamd arm heidenkindertje. En dan mocht je bijvoorbeeld Chineesje spelen. Of Indiaantje. Die termen, dat zijn benamingen die in die context van die kindsheidsoptochten gebruikt werden. Die termen wil je misschien niet gebruiken altijd, sommige van die namen zeker niet. En in zo'n context, als je dat wil schetsen, deze persoon speelde deze rol, dan heb je dat woord misschien wel nodig. Daarbij is dan ook belangrijk dat het... dat je aangeeft dat het om een historische term gaat uit die context. Het wordt dan eigenlijk een eigen naam van iets, van een rol. En dan dat je daarbij aangeeft dat het ook niet meer gangbaar is. Soms heb je ze nodig, maar om die context te schetsen. Maar je probeert het wel zoveel mogelijk te voorkomen. Dan hebben we nog trefwoorden. Die zijn we ook wel eens tegengekomen. Daar raden we aan eigenlijk altijd om een alternatief te gebruiken. Of niet. En bij een titel raden we aan om een alternatief te gebruiken als het een zelfgekozen titel is. Of wanneer het een historische titel is die door de maker is toegekend, dan kun je de titel wel gebruiken. Maar dan moet je ook aangeven dat het om een historische titel gaat. Een titel van een boek kunnen we bijvoorbeeld niet aanpassen. Want die titel is er nu eenmaal, maar die is wel in een bepaalde context gegeven. Dus eigenlijk de stappen, als je met een bepaald woord, stel dat we het woord zigeuner kiezen, dat je daarmee aan de slag gaat. Dan begin je dus met waar komt het woord voor? Komt het voor in een object? Komt het voor in een
in een beschrijving. Als het een beschrijving is, gaat het om een historische beschrijving of om een moderne beschrijving. En dan kun je gaan kijken in welk onderdeel van de beschrijving komt het voor. Als citaat, als trefwoord, als titel, is het in de context gebruikt. Dus dat zijn eigenlijk de stappen die je met zo'n woord kunt doorlopen. En die kun je dan per object zou je ze kunnen bekijken. De uitgangspunten, die zijn, deze slide was lekker makkelijk, want die kon ik kopiëren van de presentatie van volgend jaar. Die zijn eigenlijk helemaal niet veranderd. Het is denk ik altijd belangrijk dat als je ergens iets hebt staan, als je een beschrijving bij een object hebt geschreven, dat je daarmee niemand wil kwetsen. Dus dat je respectvol met elkaar omgaat. En in sommige historische, tegenwoordig niet meer gangbare termen, die zijn eigenlijk door spekt van een soort van denigrerend houding. Tegenwoordig, zo worden die dan tegenwoordig ervaren. En dat waren ze destijds misschien ook wel. Maar eigenlijk is het uitgangspunt, denk ik, altijd dat je respectvol met elkaar wil omgaan. Wat ook belangrijk is, en dat hangt ook samen met dat ontmenselijke. Kijk altijd naar de menselijkheid. Want als je het over personen of groepen hebt, dan moet je er altijd voor waken om geen dehumaniserende terminologie te gebruiken. Een voorbeeld is dat een zwaard uit een van de collecties. En dat is een zwaard van een stam uit Congo, de Ngombe. En dat zwaard, daar zat een beschrijving bij. Dat is een beschrijving die eigenlijk teruggaat op een reisverslag van een 19e-eeuwse ontdekkingsreiziger. Waarbij staat dat het zwaard werd gebruikt door woeste kannibalen en wilde mensen. Als je mensen op die manier wegzet, en er staat ergens een microfoon aan, of een stofzuiger. Als je mensen op die manier wegzet, dan dehumaniseer je ze ook. Want als je dan mensen wilden gaat noemen, dan zijn het al niet meer gewone mensen. Dus dat is eigenlijk altijd ook belangrijk, hoe presenteer ik de mensen die ik hier beschrijf. De historische context is heel belangrijk, dus die moet je meenemen, je moet die ook laten zien. Maar ook die hedendaagse inzichten, dus als bepaalde woorden tegenwoordig echt heel pijnlijk zijn, dan moet je je wel afvragen, wil ik die hier online presenteren? En tenslotte, dat besef en die bewustwording, die blijven essentieel. Dus ik wil jullie eigenlijk allemaal uitnodigen. Duik hier eens in. Kijk eens naar die handleidingen. Ik zet dadelijk de linkjes ook nog. Maar kijk daar eens naar. En wat kom je dan zelf tegen? En het is een heel moeilijk onderwerp. Het is een heel complex onderwerp. Omdat er komt van alles bij kijken. Maar ik denk als we ons een beetje bewust zijn van de zaken die hierin meewegen, dan kom je al een heel eind. En daarnaast heb je gewoon het hele praktische, bepaalde dingen wil je liever niet meer gebruiken, dus die willen we er ook zoveel mogelijk uit hebben. Maar dat is dan eigenlijk de praktischere kant waar wij zelf nog mee gaan komen. Ik heb nog eens die hulpmiddelen, die onderzoek naar sporen van slavernij en The Words Matter, die staan hier nog eens op de slide. Dus hoe kun je objecten die gerelateerd zijn aan het koloniaal verleden vinden en welke woorden zijn beladen en hoe kun je ze vervangen? Dat zijn eigenlijk wat die twee handleidingen doen. Dus ik wil ook echt aanraden om daar eens doorheen te bladeren. En ben ook niet bang om je vragen of als je hiermee aan de slag wil en je zegt, ik vind het nog allemaal een beetje moeilijk. Ben er ook niet bang om daar eens een vraag over te stellen. Dan kunnen we altijd even met jullie meekijken van, wat zoeken jullie? Of wat hebben jullie? Wat willen jullie? Dan kunnen we daar ook altijd even over meekijken. Dat zijn eigenlijk de dingen die ik jullie vandaag wilde vertellen. De dingen die vandaag heb verteld, die staan ook in onze blogs. Die komen ook op de pagina te staan. De linkjes naar deze gidsen, die komen ook op de pagina te staan. En voor nu zou ik vooral willen vragen of er nog vragen zijn. En dan ga ik de presentatie afsluiten en dan kan ik jullie ook weer van zien. Even kijken.
Zo, nou kan ik jullie weer zien. Een vraag bij Frans zie ik. Ja, ik heb even een vraag over de actualiteit. Wat doen we met Zwarte Piet? Ik heb bijvoorbeeld een foto in de beeldbank staan van Sinterklaas en Zwarte Piet met een hele club mensen erop waar hij op bezoek was. Ja. Ja, ik vind er op zich niks mis mee, maar ik weet ook dat het een discussie is. Dus wat is jullie idee daarover? Ja, dat is een hele lastige, denk ik. Het interessante aan een van de eerste sessies die wij gaven was dat het woord Zwarte Piet door sommigen als heel beladen werd gezien. Vond ik zelf wel interessant. Ik weet niet, en dat weet ik oprecht niet, of het woord zelf ook beladen is. Op dit moment zou ik zeggen, ik denk dat die foto's, dat je die best kunt laten zien. Maar dat is puur op gevoel. Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de traditie, het idee van blackface bijvoorbeeld in Amerika of Canada. Volgens mij was dat een paar jaar geleden met de president van Canada, waar een foto van ooit een feestje waar die dus ook helemaal zwart gesminkt was opdook. Waar heel veel ophef over kwam, want daar is dat echt niet oké. Ik denk dat we daar hier ooit misschien ook wel gaan komen, maar op dit moment weet ik het niet. Ik kan me voorstellen, ik heb zelf nooit Zwarte Piet gespeeld, maar ik had het vroeger zomaar kunnen doen. Als daar foto's van zouden zijn, zou ik me daar tegenwoordig denk ik wel bezwaar bij voelen. Ik heb gespeeld, ik voel me niet bezwaard, maar daar gaat het ook niet om. Precies. Dat is denk ik een persoonlijk deel. Ik zou me dan zelf wel, maar of dat dan direct de historische foto's ook niet meer zouden kunnen, ik zou het eigenlijk niet weten. Een andere vraag is, ik was van de week een foto op de beeldbak aan het zetten en dat ging over een invalide lift bij een zwembad. Ja. Ja, gebruik je dan het woord invalide lift of moet je daarvan maken minder valide lift? Of... Ik weet niet, volgens mij staat het woord invalide in die gids Words verder. Ik ga hem er even bij pakken hoor. Ja, daar heb ik het niet op gezocht, maar ik denk, ik moet hem even downloaden, die gids, ja. Ja, nee, want dat vind ik het mooie aan die gids. Daar komen heel veel woorden in voor waarvan ik zelf dan ook denk, ik weet niet of hier iets mee is. Hier staat natuurlijk niet alles in, dus dat is natuurlijk ook wel zo. Maar wel veel. Even kijken. Invalide staat er niet in. Nee, invalide staat er niet in en ik weet ook niet wat daar de directe... het gebruik van is. Nee, dat zou ik niet durven zeggen. Nee. Want dat is denk ik ook het lastige hieraan. Er zijn veel woorden die wel gebruikt worden, niet gebruikt worden, komen en gaan. Er verandert heel veel. Ja. En dat is ook wat ik zeg. Het gaat er denk ik vooral om dat je respectvol met elkaar omgaat. Dat je woorden gebruikt waar je waarmee je ook respect uitstraalt, denk ik. Waarmee je mensen ook verwelkomt. En die dingen kunnen nog alles wijzigen, dat klopt. Ja, en dan in ieder geval... Het is een grijs gebied, hè? Dat weet ik ook. Ja, precies. Er zijn heel veel grijze gebieden. En dat maakt het zo lastig. Ja. Een voorbeeld is het woord dat vroeger in Suriname dan veel gebruikt, dat in de foto's de Vaders van Tilburg gebruiken bijvoorbeeld veel. Daar komt het woord bosneger vaak voor. Dat wil je niet meer, dat woord daarin voorkomt. Een alternatief is het woord marron. Want dat wordt dan vaak wel gebruikt. Maar ook het woord marron ligt dan tegenwoordig weer in sommige groepen gevoelig. Dus het woord marron is wel de gangbare vervanger. Maar het wordt wel door sommigen ook als beledigend ervaren. Omdat het letterlijk betekent weggelopen vee. Nou ja, en daar straalt natuurlijk ook alweer iets uit. Even kijken, ik zie nog een handje. Oh, dat is Frans nog steeds. Heeft er iemand anders nog een vraag? Casus. Frans nog? Oh, zullen we hem laten zakken. Iemand anders nog? Even kijken. Nee, ik denk het niet. Als er geen vragen meer zijn, dan zou ik deze sessie van vandaag willen afronden. Als daar nou nog vragen over komen, of als je zegt, hey, ik heb zelf een casus en
kun je daar iets over zeggen? Dan laat het gewoon meten, dan stuur gewoon een mailtje, dan kunnen we daar ook even naar kijken. Ik denk dat het heel belangrijk is om hiermee aan de slag te gaan. Maar ik wil daar ook direct bij zeggen dat het wel een moeilijk onderwerp is. Of dat het vooral een complex onderwerp is. Dus je moet je daar ook wel echt aan committeren. En die bewustwording dat je bepaalde dingen kunt zeggen die kwetsend zijn voor groepen, waar je ook groepen mensen mee uitsluit, dat is het allerbelangrijkste. Als je daar actief mee aan de slag gaat, kun je natuurlijk ook weer nieuwe groepen uitnodigen, insluiten om mee te doen met het erfgoed, om mee te doen met jullie verhalen, om mee te doen met de heemkundekring, met het museum. Dus dat speelt, nou ja, als je mensen niet uitsluit, sluit je ook niet direct in, maar dan nodig je ze wel uit om mee te doen. En dat is denk ik waar we met z'n allen naartoe willen, dat ook iedereen met ons mee kan doen, met het werken, met collecties, met erfgoed, met onze verhalen. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk onderwerp is voor instellingen om op te pakken. En ik denk dat er ook steeds meer instellingen mee bezig zijn en mee worstelen ook. Dus nou ja, ik nodig jullie allemaal uit om daarmee aan de slag te gaan. En dan wens ik jullie allemaal een heel fijn vrijdag en een heel fijn weekend. En misschien zien we een deel van jullie wel weer volgende week bij de volgende sessie over digitale toegankelijkheid. Wat ook weer gaat over, nou ja, inclusie, het laten deelnemen van meer mensen aan ons werk. Dan wens ik jullie een fijn weekend en dan zie ik jullie graag de volgende keer. Houdoe!